Dag dames en heren, het is al een aantal dagen heel rustig weer in Nederland. Dat is toch wel vrij uitzonderlijk, want ons weer staat of kenmerkt zich door de wisselvalligheid. Nooit langdurig hetzelfde weertype. Of het moet juist die wisselvalligheid zijn. Nee, de komende dagen vooral rustig, veel zon en geleidelijk aan warmer. In het weekend zelfs ronduit heet weer. En er lijken zelfs tropische temperaturen van 30 graden of meer op het programma te staan. En dan moeten we zelfs gaan denken aan een hittegolf. En een hittegolf in mei is uitzonderlijk. Een hittegolf komt lang niet elk jaar voor in Nederland. In mei is het sinds 1901 slechts één keertje voorgekomen, bijna 100 jaar geleden, in 1922. Daarna alleen regionaal in het oosten en zuidoosten van het land, onder andere in 1976. En ook in 1998. Dus, mocht het dit weekend of begin volgende week uiteindelijk uitkomen tot een hittegolf, dan weten we gelijk hoe uitzonderlijk dat is. Het is al een aantal dagen heel mooi weer in Nederland: veel zonneschijn, sluiwolken, stapelwolken, maar vooral veel zon. En soms al zo'n 25 graden. En dat houden we nog wel even vast. En regen staat voorlopig niet op het programma. De natuur moet het hebben van dat vocht van die ochtendmistbankjes in de vroege ochtenduren. Gangmaker natuurlijk is een hoogdrukgebied, een gebied met mooi weer. Morgen ligt het centrum ervan boven het zuiden van Engeland en Wales, en om een hoogdrukgebied heen zien we de wind altijd waaien met de wijzers van de klok mee, en dus morgen bij ons een west- of een noordwestelijke wind. En met het koude water van de Noordzee voor de deur betekent dat natuurlijk nooit hele hoge temperaturen, maar toch zo'n 18 graden aan zee tot 24 graden in het uiterste zuidoosten van het land. De warmte zit vooral in het zuidoosten van Europa. Of Zuidwesten van Europa komt geleidelijk aan dichterbij. Donderdag ligt de kern van het hoogdrukgebied boven ons land, maar vrijdag schuift het langzaam op de Noordzee op en begint bij ons de wind juist uit een oost en later zelfs zuidoostelijke richting te waaien. En zo komt uiteindelijk die warmte uit Zuid-Europa onze kant op. En zo zien we dus dat zaterdag Nederland ook meedeelt in de rode kleuren in de duidelijk hogere temperaturen. Daarvoor is het aangenaam warm, daarna wordt het goed warm, ja misschien zelfs voor velen ronduit heet, zeker als die 30 graden in beeld komt. En die opbouw van die temperatuur zien we de komende dagen terug. Dit is de woensdag, donderdag, vrijdag. Dan gaat die opbouw van temperatuur nog maar heel minimaal. Maar zeker de dagen daarna zien we dat die temperaturen, elk piekmomentje is een dagmoment, dat die temperaturen steeds hoger uitkomen. En zo zondag, maandag, misschien zelfs wel dinsdag, komen we zelfs rondom de 30 graden uit. En daarna koelt het wel weer af, maar hoe snel dat gaat, dat moet nog maar eventjes blijken. En het zou zomaar kunnen dat dit uiteindelijk weet uit te monden in een hittegolf. Ik heb al verteld als dat gebeurt, is het zeer uitzonderlijk. Het zou dan de tweede keer worden sinds 1901 dat we in mei een hittegolf hebben, en deze eeuw is het dan de eerste keer.